Het is met gevoelens van verwondering, blijdschap, dat we u allen mogen welkom heten. Dit hartelijke welkom geldt degenen die hier zijn samengekomen in de evenementenhal in Gorinchem, maar ook de velen die thuis in hun woning met ons verbonden zijn. Ik zei, het is een hartelijk welkom met gevoelens van blijdschap en van verwondering. Immers, er ligt een tijd achter ons waarin we niet met mensen zo in getale konden samenkomen. En dat geldt ook onze zendingsdag, die vorig jaar in deze hoedanigheid niet kon doorgaan. Het geldt ook voor deze evenementenhal hier in Gorinchem, waar sinds de uitbraak van corona geen samenkomsten zijn geweest. We mogen het wel opmerken dat deze evenementenhal vanmorgen zijn deuren opende voor het eerst in die lange periode en dat wij de eerste genodigden mochten zijn in verband van onze zendingsdag. Er past dan ook dank jegens God de Heere die ons deze mogelijkheid geeft. En allereerst willen we daarmee onze afhankelijkheid uitspreken. Dat de Heere met ons niet zal doen naar onze afmakingen en zonden. Coronatijd zet ons daarbij stil. En dat de Heere naar zijn welbehagen uit enkele genade zal voortgaan met zijn kerkvergaderend werk. Maar ik wil ook menselijkerwijs woorden van waardering en dank uitspreken. Degene die vanuit de gemeente Gorinchem betrokken waren bij de organisatie van deze dag, als ook de organisatie van de evenementenhal zelf. Maar ik wil ook diegene noemen van ons zendingsbureau en van de commissiezendingsdag en de vele vrijwilligers die betrokken waren om deze dag zo voor te bereiden. Er kwam veel creativiteit aan te pas. Er werd veel gevraagd, maar we hopen ook dat we een goede dag mogen hebben onder Gods zegen. Ik wil erop wijzen dat het programma iets aangepast is vanwege dat ook zoveel mensen thuis met ons verbonden zijn. Daardoor hebben we kortere onderdelen, houden we het bij het ochtendprogramma zonder pauze. Het ochtendprogramma zal wel iets langer doorlopen, maar daarna is er een uitbreidend middagprogramma naar keuze. Verder wil ik erop wijzen dat er in het programmaboekje psalmen zijn afgedrukt, die worden gezongen, die zijn van tevoren opgenomen. Dat is ook weer ten behoeve van de thuisluisteraars. Maar hier in de zaal en natuurlijk ook thuis, de psalmen die straks ten gehoor worden gebracht, mogen wij gelukkig gewoon meezingen. Daar is misschien in het programmaboekje wel iets anders over gezegd, maar deze mededeling is de laatste en die geldt. Wij mogen de psalmen meezingen. Een bijzonder woord van welkom wil ik uitspreken aan Gorinche Çankaj, die hoewel door omstandigheden niet fysiek aanwezig, toch met ons verbonden is en ook tot ons het woord hoopt te voeren vanuit Ecuador. Geliefde broeder, hartelijk welkom in onze zendingsbijeenkomst. Dit welkom geldt aan allen hier in de zaal en ook de velen die thuis verbonden zijn. Ik noem verder geen namen, duidt u me dat niet euvel. Het is niet omdat ik iemand over het hoofd wil zien, maar juist omdat we gezamenlijk de zendingsgemeenschap mogen vormen en versterken. Zo dadelijk hoop ik u voor te gaan in gebed. En we zijn dat vanuit de kerk gewend, dat bij het gebed ook vaak voorbeden wordt gedaan. En ik wil dat op deze zendingsdag ook met name benoemen, omdat wij ons ook gedrongen voelen tot voorbeden voor de zusterkerk in Nigeria. En daarom daarover in deze voorbedenaankondiging een enkel woord. Onvergetelijk die zondag in mei, waarin Fulani overvallers hebben huisgehouden in meerdere dorpen in Izi. Huisgehouden, zei ik, het was moordend en plunderend. Wat een angst en ontreddering heeft zich in enkele ogenblikken tijd
meester gemaakt van de bewoners van die dorpen. Nu, enkele weken later, is duidelijk dat daar wel 126 doden bij zijn gevallen. Nu, enkele weken later, heeft die eerste angst en ontreddering plaats moeten maken voor diepe rouw. Of men nu lid was van een van onze gemeenten daar in het IZI-gebied, of dat men mededorpeling was van onze gemeenteleden, u voelt het wel. Zo gaat het in Nederland ook in crisissituaties. Dan valt het weg of men van de kerk is. Dan voel je je één met je dorp, met de straat waarin je woont, met je buren, met je overburen. En dat tekent ook het diepe gevoel van angst en van rouw, wat onze zusterkerken nu zo heeft getroffen. Wij willen graag meeleven verwoorden. We hebben dat ook gedaan via onze officiële kerkelijke kanalen met de mensen daar, maar ook met de ambtsdragers daar, de ouderlingen, de diakenen, de predikanten die de mensen bezoeken en die leiding hebben te geven ook, degene die hulp mogen verlenen. Ik wil ook noemen bij onze voorbeden degene die namens ZGG in IZI hebben mogen werken. Die daar contacten hebben, die de mensen kennen, die de situaties in de dorpen als het ware zo op hun netvlies hebben. Wat zijn ook zij in deze omstandigheden geschokt. De Heere zij hen nabij. We hebben de kerk laten weten met hen mee te leven en voor hen te bidden. Dat is gebeurd vanaf talloze kansels in Nederland. En dat mogen ook maar zo blijven, want wat zal dit betekenen voor de toekomst? IZI is getekend door deze wandaad. En wat zal de toekomst brengen? Wij weten het niet. We weten wel dat het steeds maar onrustig is en dat daar bedreigingen zijn. En als je dan denkt aan de rouw en aan het trauma wat erachter zal blijven. Het gebed blijft nodig. Geef aan het wild gedierte de ziel van uw tortelduif niet over. Vergeet de hoop uw ellendigen niet in eeuwigheid. Ik wil in deze voorbeden aankondiging ook de zusterkerk op Papua betrekken, want beide zusterkerken hebben van ons ook een brief gekregen ter voorbereiding op de zendingsdag. En ik wil in het kort in de Engelse taal daar iets uit voorlezen. We wish to use this opportunity to send your church our heartfelt greetings and express the unity between you and us. We wish you, all of you, the blessings of God in your personal lives and your ministries in the church. Let us pray a lot for each other, brothers. Times are serious, but the Lord has said, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. In dit gebed willen we heel de zendingskerk en alle zendingswerkers betrekken. Uit Gods heilig woord zou ik u willen lezen het slot van Matteüs 28. Matteüs 28 vanaf vers 16. En de 11 discipelen zijn heengegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden ze hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen, tot de volleinding der wereld. Lerende hen onderhouden.
Het is de opdracht waarmee we in deze eerste meditatie van morgen de aandacht willen vestigen op de opdracht die Christus gaf aan zijn kerk. Ja, let wel. Wie heeft deze woorden gesproken? Lerende hen onderhouden. Het zijn woorden geweest die kwamen van de gezegende lippen van Christus de Heere. Toen zijn middelaarsarbeid volbracht was. Toen hij was gestorven, maar ook opgestaan uit de doden. Voordat hij opvoer ten hemel, heeft hij deze woorden gesproken en ze als een opdracht nagelaten. Op zijn jongeren, op zijn ambtsdragers, op zijn kerk. Die ook nu hij dan lichamelijk in de hemel is, maar door de krachtige werking van zijn geest zouden mogen voortgaan om dat werk in Gods koninkrijk uit te voeren. Het mag ons vanmorgen wel stilmaken dat het woorden zijn van de koning van de kerk. Geen mensenwoord, geen gedachte van een zendeling of van een deputaatschap, maar een opdracht van hem die dood geweest is en die leeft. Die zijn ziel heeft vernederd in de hel. Maar die is opgenomen in goddelijke heerlijkheid. En als we dan zo bij dit woord een ogenblik stilstaan, dan wil ik u erop wijzen dat dat leren onderhouden niet op zichzelf staat, maar het maakt opdracht deel uit van de grotere opdracht, onderwijst al de volken. Zo begint immers het vers waaruit onze tekst genomen is. En dat is de hoofdzin, dat is de opdracht die de spits bij zich heeft. Maak tot mijn discipelen, maak tot mijn volgelingen. Voeg ze toe aan mijn bruidskerk uit al de volken. Dat is de hoofdopdracht. Die opdracht mag ons wegen, ook vanmorgen. Die opdracht, ja, laat ze ons mogen wegen, voortdurend in onze gebeden. Maar ook in de praktijk van ons zendingswerk. En dan, als het gaat over dat maken tot getuigen, tot discipelen, tot volgelingen, dan zijn er twee manieren waarop dat moet gebeuren. De eerste manier is dopende, door te dopen. In de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En de tweede manier is door te leren onderhouden. De doop ziet op de inlijving in de gemeente. Wat een groot moment is dat voor een zendingsgemeente als een nieuweling mag worden gedoopt. Dat water gesprenkeld op het voorhoofd, dat water waarin Christus is ondergegaan in de dood. Zie je, jongens en meisjes, het als het ware voor je, hoe Johannes de Doper dat deed daar bij de Jordaan, bij Betabara. Het water sloot zich boven Jezus hoofd, zo ging de Heere Jezus onder in de dood. Maar zo is hij ook weer opgekomen. En wie nu gedoopt wordt, die wordt in dat water gedoopt, in de naam van die zaligmaker. Dat werk van de drie enige God moet voortgang hebben. Maar dat moet dan ook worden uitgewerkt, lerende hen onderhouden, die inlijving. Dat uiterlijke sacrament, dat moet ook betekenis krijgen. Lerende hen onderhouden. Ik denk dat de meesten van ons hier in Gorinchem, maar ook van degenen die thuis met ons verbonden zijn, wel zijn gedoopt. Dus dat water van ondergaan in de dood, dat is op uw voorhoofd. Mag ik u vragen, weet u wat dat inhoudt? Dat je in je verloren zondaarsbestaan de doodsteek krijgt. Dat je sterven moet en voor God verschijnen. Weet u wat dat inhoudt? Om in de dagelijkse praktijk te sterven aan je eigen
gerechtigheid, te sterven aan je goede bedoelingen en te leren dat geen vlees zal roemen voor God, maar heel de wereld voor God verdoemelijk is. Ondergaan in de doop en daaruit opkomen. O, die levenwekkende bediening van Christus door zijn geest. Jongens en meisjes, hoor je dat? Nog gaat de Heer Jezus voort om op te wekken uit de geestelijke doodslaap. Ook jij moet een nieuw hart hebben. Wat fijn dat je thuis meekijkt en luistert. Wat fijn dat hier ook kinderen zijn in Gorinchem aanwezig. Het gaat over de zending, over hoe de boodschap gaat naar de einden van de aarde. O, lieve kinderen, maar jij hebt ook nodig. Deze zendingsdag maakt duidelijk dat de zaak van de Heere haast heeft, spoedig voortgaat. Maar dan heeft jou, dan heeft uw bekering ook haast. Ja, haast u en spoed u, lerende hen onderhouden. De tijd is voorts kort, maar Gods gebod moet gehoorzaamd. Niet in eigen kracht, niet voor uiterlijke vroomheid, niet om ons te onderscheiden omdat we beter zijn, maar door het geloven in Christus krachten om die te doen uit dankbaarheid, lerende hen onderhouden. Alles wat ik u geboden heb. Hoort u het goed? En zo eindigt deze opdracht in hem, van wie ze uitging. Jezus, bij hen komende, sprak tot hem. Zendingsvrienden, zendingswerkers, u allen die de Heere vreest, laat het ons tot bemoediging zijn, dat in dit woord zijn troostrijke nabijheid mag worden ervaren, wat ik u geboden heb. Amen. Thank you.